gratis bier voor iedereen is de podcast waarin we onderzoeken of politici dat wat ze beloven financieel ook waar kunnen maken. Noem het de financiële kieswijze van BNR. Mijn naam is Esther van Rijswijk en ik duik samen met VU-hoogleraar Bas Jacobs in de partijprogramma's. Economenplatform ESB en Denktank IPE duiken mee. Vanaf nu in je favoriete podcast-app. Abonneer en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 3 februari 2022 en donderdag. Begin van deze editie van de podcast Ochtendnieuws. Iwan Verrip zit naast me. Goedemorgen, Bas. En niet meer achter een kuurgruit. Nee, ze staan hier links van ons op de vloer. Ja. Ik weet alleen niet of hier clandestien door iemand zijn weggehaald of dat het beleid is dat ze weg zijn. Maar ze zijn weg. Dat is we feit. Kunnen weer gewoon naar elkaar kuchen. Ja, precies, en spugen. Ja. Ja. Maar je zit wel op 1,5 meter. Ja, minimaal. Dus ja, daarom. 20 minuten krijgen we met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof. Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard een fijn verhaal straks over magneetvissen. Voor bij de koffie. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Ook over nachtclubs die het helemaal zat zijn en hun deuren willen open doen. Ondanks coronamaatregelen. Maar we beginnen bij doxing. Van politici doxing, wat is dat precies? Doxing, dat is dat je privéadressen van mensen gaat verspreiden om ervoor te zorgen dat zij lastig worden gevallen. Dat blijkt dat social media platforms er niet in slagen om te voorkomen dat dat gebeurt, dat die privéadressen worden verspreid. Blijkt uit onderzoek van BNR. We hebben een paar simpele zoekopdrachten gedaan en het was genoeg om honderden van die adressen te vinden. Bijvoorbeeld een bericht met het adres van Sigrid Kaag ging viraal op Facebook, bereikte mogelijk 150.000 mensen, allemaal mensen die dus in theorie zouden kunnen weten waar zij woont. We weten wat daar gebeurd is bij Sigrid Kaag. Fakkelactie van een gekkie. 8 maanden later greep het bedrijf pas in. Bij ons daarover collega Diederik de Groot, die dat uitgezocht heeft met zijn redactie. Diederik, vertel, wat kwam je allemaal tegen? Ja, dat klopt. Collega Erik van den Berg, die is de socials ingedoken. En dan heb ik het over Facebook, Twitter en Telegram. En hij vond daar meer dan 300 keer vermeldingen van adresgegevens van bestuurders, zoals Sigrid Kaag of Hugo de Jonge. En met vermeldingen bedoelen we dan een post, dus een losse post waarin het adres werd vermeld. Maar 300 is niet zo'n laag getal als het misschien lijkt, want deze posts gingen soms echt viral. Die werden enorm vaak verspreid. En daarmee bereikten ze het mogelijk tot wel 100.000 mensen. Dus dat is echt niet misselijk. En ja, je ziet vooral dat het radicale critici van het coronabeleid zijn die echt voorop lopen bij het delen van persoonsgegevens van bestuurders. Zogenaamde doxing, zoals je het net zelf al noemde. En die adressen worden dan meestal een beetje gedeeld. Ja, onder een, ik zal het maar vals voorwendsel noemen. Dus er wordt dan bijvoorbeeld opgeroepen om een bloemetje of een kaartje naar die minister te sturen. Maar buiten dat zijn er ook gewoon wel posts waarin echt duidelijk wordt opgeroepen tot geweld, hoor. Zo spreekt een anonieme gebruiker over kristalnacht bij Hugo. En een ander die schrijft dan niet gaan rellen gelijk, maar met wel minimaal 50 man voor zijn deur. Kijken of die scheldwoord Hugo nog zo leuk woont. Dus ja, ik kan me erg goed voorstellen dat als dat over jou wordt geschreven en je adres staat er ook nog eens bij, een adres waar jij met je vrouw en je kinderen woont, dat je je daar ernstig bedreigd door voelt. Ja, overigens is wat wij nu allemaal hebben uitgevonden aan doxing op social media echt nog maar het topje van de ijsberg, dat kan je bijna wel zeker zeggen. Want wij hebben natuurlijk vooral de mogelijkheid om te kijken in openbare groepen en naar openbare posts. Maar er vindt ook heel wat achter de spreekwoordelijke gesloten deuren plaats daar. Ja. Dus dat zijn groepen waar je in toegelaten moet worden en een slotje erop zit. Ja, wat daar allemaal gezegd en gedeeld wordt, dat kunnen wij natuurlijk niet zien. Nee, maar wordt er niets tegen ondernomen. Want we zeiden al, hè, dat verhaal van Sigrid Kaag wat viral ging. 8 maanden later greep Facebook in. Wordt er niks aan gedaan? Ja, social media verwijderen wel degelijk soms adresgegevens van politici als die daar worden geplaatst. Goed voorbeeld is recent nog dat Willem Engels het Twitter-account werd afgenomen door Twitter, omdat hij de adresgegevens van Sigrid Kaag had gepost. Maar wat wij tegenkomen, dat heeft er echt gewoon lang kunnen staan zonder dat er iets aan gedaan werd. Bijvoorbeeld, een heel extreem voorbeeld is het oude adres van Sigrid Kaag. Dat werd geplaatst op Facebook in een post waarin ze wordt afgeschilderd als een pion van Klaus Schwab. Dat is de voorzitter van het World Economic Forum. En daar gaan allemaal complottheorieën over de ronde. En in die post zie je dus inderdaad haar woonadres en ook foto's van haar toenmalige huis. En dat bericht ging echt viral op Facebook. Werd meer dan 2000 keer gedeeld. En alleen al dus de openbare groepen waarin wij kunnen kijken en die wij kunnen analyseren, die hadden een gecombineerd bereik van 150.000 mensen. Dus
geeft wel een beetje een beeld van hoe snel zoiets dus kan gaan. Ook al is het maar begonnen met één post. Nou, dat bericht werd in april 2021 op Facebook geplaatst. En pas eind december 2021 kwam het bericht op de radar bij de factcheckers van persbureau DPA. Die zijn in dienst van Facebook. En die hebben er heel goed naar gekeken. Ja. En toen hebben ze er uiteindelijk een waarschuwingslabel opgeplakt. Maar let op, niet omdat er werd gedoxt, omdat het huisadres van Sigrid Kaag daar stond, maar omdat er gedeeltelijk onware informatie in zou staan over het campagnebudget van D66. Dus nou, ze hebben dan misschien hun werk op het factcheckgebied wel goed gedaan, maar het doxen werd dus niet bestraft. Nee, dat is gek. De overheid, kan die daar nog iets aan doen, hè, als het kennelijk dus niet van die social media platforms zelf komt? Nou, de overheid die doet ook wel iets. Om de privacy van bestuurders te beschermen zijn bijvoorbeeld alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet Rutte onzichtbaar gemaakt in het kadaster. En de Tweede Kamer die nam vorig jaar een motie vrijwel unaniem aan die opriep om strafrechtelijke vervolging van doxers mogelijk te maken. Alleen Forum voor Democratie stemde daar toen tegen. En sindsdien is er een wetsvoorstel in de maak dat dit dus ook strafbaar moet maken als je ongevraagd adressen van anderen openbaar maakt. En dat kunnen ze doen sinds 2018. Dan is dat wettelijk mogelijk geworden. Verder doen de social media platforms er dus wel iets aan. Op Facebook en Twitter is het gewoon verboden om ongevraagd adresgegevens van derden te delen. En er wordt dus ook wel soms tegen opgetreden, maar zoals wij hebben gezien, lang niet altijd. Telegram dan tenslotte, die doen eigenlijk vrijwel niks zelf tegen dit soort voorvallen. Wel heeft het Openbaar Ministerie in september 2 kanalen op Telegram gesloten waar ook adresgegevens gedeeld werden. En nou, we hebben ook Twitter en Facebook om een reactie gevraagd naar aanleiding van dit verhaal. Facebook die liet weten dat de factcheckers die het artikel over Sigrid Kaag beoordeelden onafhankelijk van het bedrijf opereerden. En omdat het adres in de vorm van een link op het platform werd verspreid, heeft Facebook geen invloed op de inhoud, zo zeggen zij. Dus eigenlijk is dan de korte conclusie dat als je het via een link doet, dan mag het wel. En als je het zelf opschrijft en post, dan mag het niet. Ja, daar kopen de mensen die bedreigd worden naar aanleiding van dit soort posts natuurlijk helemaal niks voor. Inderdaad, dankjewel. Redacteur Diederik de Groot. De prijzen van benzine en diesel in Duitsland en in België is trouwens zijn naar records gestegen door de hoge olieprijzen. Net zoals bij ons, schrijft het AD over vanmorgen. Duitse en Belgische prijzen liggen nog altijd wel lager dan in Nederland, hoor. En daarom blijft het voordelig voor Nederlandse automobilisten om vlak over de grens te tanken. Maar een litertje E10 benzine, dus euro 95 in Duitsland, kost nu 1,71. Ja, en dat is een record, want dat stond op september 2012. Toen stond hij op 1,70 euro. Maar een tijdje geleden was het nog 1,30 voor een litertje benzine daar in Duitsland. Toch blijft het lucratief als je 2,22 betaalt op de Nederlandse snelweg. Diesel kost 1,64 in Duitsland. En net als in Nederland bestaat die Duitse brandstofprijs voor het grootste deel uit accijnzen en de BTW, de belasting toegevoegde waarde. Maar wel minder dus. Dus het blijft goedkoper. Dus is het lucratief om over de grens te denken. Dat is gewoon het verhaal. Ja. Dan naar de nachtclubs. Die zijn de coronaregels helemaal zat. En gaan vanaf zaterdag 12 februari de deuren openen. We zijn aanstaande 7 maart zijn we gewoon 2 jaar dicht. En af en toe word je tussen neus en lippen door genoemd. Maar er is nooit serieus onderzoek gedaan naar ventilatie. Er is nooit serieus tot nu onderzoek gedaan naar wat dit voor jongeren teweeg brengt. Weet je, wij vinden gewoon dat we veilig open kunnen en dat moet nu gewoon gebeuren. Ja, dat zegt Jeroen van Broekhoven van de landelijke brancheorganisatie Nachtbelang, die betrokken is bij deze actie, zegt hij tegen ons, tegen BNR. Die nachtclubs die hebben genoeg van het gebrek aan perspectief en het irriteert ze dat ze steeds achteraan staan bij versoepelingen. Waarom ga je aan maatregelen vasthouden als ze niet meer werken? Weet je, jongeren gaan ieder weekend bij elkaar op visite, hebben illegale feestjes, komen elkaar op school tegen. In de weekenden worden alle maatregelen voor het gevoel toch al losgelaten door jongeren. Waarom laat je ze dan niet naar een gecontroleerde omgeving gewoon weer op stap gaan? Laat die jongeren dan ook gewoon weer los. En laat ons ook ons leven weer leiden na 2 jaar dicht. Weet je, en daaroverheen, wat gaat er in oktober gebeuren als er een nieuwe variant komt? Zijn we dan net open? Net weet ik veel wat voor restricties en kan je dan opeens weer dicht? Kom een keer met duidelijkheid, sta ons een keer te woord. Ja, de nachtclubs die kijken jaloers naar Denemarken. Daar schrapten ze deze week alle coronarestricties en gingen ook de nachtclubs weer open. Ondanks ook daar een torenhoog besmettingsaantal. Nou is de afgelopen tijd regelmatig geopperd 1G. Dan maar iedereen testen, gevaccineerd en ongevaccineerd. Maar dat is volgens Broekhoven geen optie. Wij zien niet voor ons hoe de overheid nu opeens testcapaciteit tot aan miljoenen mensen kan gaan laten testen op een zaterdag. Want dan zal 1G
Dat is dus iedereen testen, dus heel veel mensen. We vragen ons af of het niet gewoon zover is dat we Engeland en Denemarken achterna moeten en gewoon afstand moeten nemen van alle regels. Weet je, mensen zijn er gewoon klaar mee. Ja, dat zei Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. En zij gaan dus naar eigen zeggen volgende week zaterdag open. Nou, kijken of dat echt gaat gebeuren. Ochtendnieuws. Het slecht nieuws, want de diagnose kanker is nog nooit zo vaak genoemd als in 2021. Afgelopen jaar kwamen er 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij. 10% meer dan in 2020, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse kankerregistratie en het Integraal Kankercentrum Nederland. Het AD schrijft erover morgen. Het is allemaal niet zo heel erg verwonderlijk. Die piek valt grotendeels te verklaren uit de dip die er in 2020 was in het aantal diagnoses. Door het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken naar vormen van kanker werd er minder gevallen opgespoord. Maar corona is een mogelijke oorzaak. Mensen waren huiverig om naar de huisarts te gaan. En daarbij de reguliere zorg werd afgeschaald in die ziekenhuizen. Wat dat betreft, ja, mensen konden ook niet terecht. Het kan dus zo zijn dat daardoor het aantal kankerdiagnoses even piekte. Dat stijgt al sinds de jaren 90 met zo'n 2% per jaar. Maar in 2021 dus was het gewoon, ja, extra slecht. De meest voorkomende vormen van kanker waren vorig jaar borstkanker, huid, long, prostaat en darmkanker. Volgens de bestuursvoorzitter van het kankercentrum, Thijs Merks, kunnen jaarlijks vele duizenden doden worden voorkomen wanneer wij als Nederlanders gezonder zouden leven. Stoppen met roken, zegt hij, is essentieel. Je kan 16 soorten kanker krijgen van roken. Hij roept iedereen op om het heft in eigen handen te nemen. Maar ook de magere opkomst bij bevolkingsonderzoeken, ja, dat zorgt voor zorgen bij die bestuursvoorzitter. Want hij ziet dus dat sinds corona steeds minder vrouwen een uitstrijdje laten maken, terwijl je daarmee een voorstadium van baarmoederhalskanker kan opsporen. En dat is een veel voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Dus, dames en heren, vandaag stoppen met roken, niet te lang in de zon, gezond eten, dus niet al te veel sausijsbroodjes, en daar ook geen wijn bij drinken. Hartekreet van Merks, maar ook van ons. Want ja, dat zou het aantal diagnoses moeten doen afnemen, in ieder geval. Nederlandse Kamerleden spreken vandaag in de Kamer dus over militaire steun aan Oekraïne. En daar lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn. Maar tijdens het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan Kiev bleek zo'n wapenleverantie om allerlei redenen eigenlijk helemaal niet de hoogste prioriteit te hebben. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die volgde het tweetal in Kiev en kwam met bijzondere conclusies terug. Samengevat in Make Money, Not War. Het viel op tijdens de persconferentie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zelensky had het nauwelijks over een wapenleverantie vanuit Nederland. Juist het onderwerp voor Nederlandse media en politiek. Ja, er ligt al wat langer een verzoek van Oekraïne voor defensieve wapens. Daarvan hebben we gezegd in Nederland al, daar willen we serieus naar kijken of we iets kunnen doen. Maar dat is echt een proces wat langer duurde dan dit bezoek. Dat wisten ze ook. Dus dat wordt nu geïnventariseerd. Voor Zelensky en Oekraïne is Nederland echter niet anders dan een hele goede investeerder, een handelspartner. Transport, irrigatie, afvalverwerking, gezondheidszorg, alternatieve energiebronnen. Dat zijn de onderwerpen waarop nauwer gaat worden samengewerkt de komende tijd. Er komen zelfs handelsmissies die in een hoog tempo worden opgevoerd. Geld moet immers rollen. Nederland is een van de grootste investeerders in de Oekraïne. De ene grootste zelfs, volgens Zelensky. Die cijfers zijn enigszins te nuanceren. Feit is wel dat Nederland in de top 10 staat van meest importerende landen vanuit Oekraïne. Graan, vetten, oliën, you name it. En dat is ook Rutte en Hoekstra niet ontgaan in het land waar ook bijvoorbeeld de Nederlandse IT-hoogtij viert. Rutte sprak met ondernemers in de beperkte tijd die hij in Kiev had. Zij eerlijk gezegd zijn onder de indruk van de hervormingen van de regering Zelensky. Daar waren ze eigenlijk over het algemeen heel positief over. Zij zijn natuurlijk wel bezorgd, maar proberen ook natuurlijk hun werk gewoon goed te blijven doen. En het zijn wel mensen allemaal die we spraken die hier soms al 10, 20 jaar zitten. Ook mensen die werken aan het hervormen van de rechtelijke macht hier. Ik was echt onder de indruk. En minister Hoekstra had zich goed laten informeren over de economische situatie van Oekraïne in relatie tot de Russische dreiging. Want als er harde woorden worden geuit
en een oorlog mogelijk op komst is, dan vinden investeerders dat nooit leuk. Don't panic, had Zelensky nog tegen Joe Biden gezegd. Hou je koest, want onze economie gaat naar de knoppen. Hoekstra kan dat wel begrijpen. Dat lijkt nu misschien een beetje onder de oppervlakte verdwenen te zijn, maar het is natuurlijk voor het land cruciaal juist door deze druk de handelsvooruitzichten niet totaal bedorven worden. Nou ja, wat ik eerder natuurlijk niet voor niks een dilemma heb genoemd, is aan de ene kant wil je zeer alert zijn en hebben we grote zorgen over de situatie zoals die er is. Tegelijkertijd is wel belangrijk dat je in je eigen taal niet onnodig bijdraagt aan de paniek, want dat gaat dan ten koste van de stabiliteit hier, van de investeringen hier. En daar is men vanzelfsprekend vanuit de regering hier wel beducht voor. Dat je daardoor, en dat Rusland ook daardoor alleen al voor destabilisatie zou kunnen zorgen. Wat ik heel goed begrijp vanuit de regering hier, is dat men ook wil voorkomen dat alleen al het praten over eventuele rampzalige scenario's, dat alleen al zal leiden tot economische instabiliteit, tot devaluatie van de munt, tot bedrijven die besluiten dan toch maar niet te investeren. Want dan geef je daarmee onbedoeld de Russen misschien wel wat ze graag willen hebben. Vandaag vergaat het de Nederlandse Tweede Kamer over wapenleverantie en voor Zelensky zal dat een zorg zijn. Andere landen, die regelen die wapens wel voor Oekraïne. Voor hem is het wellicht interessanter welk sanctiepakket Nederland bereid is te steunen tegen Rusland. Als het maar niet in het nadeel van de Oekraïnse economie werkt, dan is de aandrang van Zelensky op dit vlak in ieder geval gerustgesteld. Ook al is het maar voor even. Zei onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev. En als je alles wil weten over de achtergronden van het conflict in Oekraïne, Bernard Handelburg, Rob de Wijk en Geert-Jan Haan hebben er een mooie podcast van gemaakt. Die vind je in alle geopolitieke BNR-feeds in je favoriete podcast-app of via bnr.nl. Dat je het even weet. Het laatste nieuws uit Oekraïne trouwens is dat de Fransen met hun spionagesatelliet hebben gezien dat de Russen op dit moment nog veel meer troepen samentrekken langs de grens met Oekraïne. Hoe dat zit hoor je straks meer over in de reguliere uitzending vanaf 6:30 hier op BNR. Elke dag als je de podcast geluisterd hebt ben je te laat, want die is er pas om 7:00. Morgen luisteren om 6:30. Dat is waar. Ja, of om 6:00 al. Dan maken we die podcast weer. Oh, het wordt nou een soort Drosten effect. Goed. Het was even slikken vannacht voor Mark Zuckerberg. Het aandeel Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zakte naar beurs 21% na de presentatie van tegenvallende kwartaalcijfers en een magere verwachting voor het lopende kwartaal. Mm-hmm. Lezen we onder andere natuurlijk in de Amerikaanse media, maar ook het Financiële Dagblad schrijft erover. En zo'n sterke koersval is ongekend voor het bedrijf dat sinds de beursgang in 2012 op 1 uitzondering na ieder jaar in waarde steeg. Ja, opzet in het afgelopen kwartaal steeg wel met 20% ten opzichte van een jaar eerder naar 33,7 miljard. Maar de kosten die zagen ze bij Facebook harder stijgen met 38% naar 21 miljard. Ja, dan verdampt de winst. De winst viel met 10,3 miljard dollar, 8% lager uit dan een jaar eerder. En dat was iets wat analisten niet hadden verwacht. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet van 28 miljard... terwijl analisten rekenen op meer dan 30. Opvallend genoeg, het bedrijf zegt zelf dat ze veel tegenwind krijgen in de advertentieverkopen, als ook in de advertentieprijzen. Nou, en dat is op zich een significante aanduiding, want gisteren hoorde van Google, van Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat die het juist in die ad sales, in die advertentietak, waanzinnig goed doen. Die tegenwind die zou deels kunnen worden veroorzaakt door strengere regelgeving voor het gebruik van persoonlijke data van de app van gebruikers. En ook zou het bedrijf last hebben van intensivering van de concurrentie. Wat misschien ook meespeelt, is dat Zuckerberg zijn bedrijf de afgelopen tijd niet zo positief het nieuws is gekomen. En dat adverteerders daardoor misschien een beetje zijn afgehaakt. Erg belangrijk voor social media bedrijven zijn de dagelijkse gebruikers. Ook dat aantal kwam met 1,93 miljard mensen iets lager uit dan de markt had ingeschat. En er bleken maandelijks minder actieve volgers op de platforms van Meta. 2,91 versus 2,95 aan verwachtingen. Het is dus een beetje pijnlijk. 21% ging eraf. Hoe ziet de dag van Politiek Den Haag eruit? Dat hoor je van politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen. Vandaag wordt er gedebatteerd over de situatie in Oekraïne. Hiervoor komen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie naar de Kamer. Centraal staan drie onderwerpen. Hoe groot is de dreiging en moeten we Nederlanders terughalen? Het wel of niet leveren van wapens? En wat zijn mogelijke sancties? Over de gevolgen van de gaslevering vanuit Rusland wordt waarschijnlijk niet gesproken. Minister Jette van Klimaat en Energie is er namelijk niet bij.
Wie er ook niet bij is, is premier Mark Rutte. Hij reist naar Brussel voor gesprekken met de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De gesprekken zijn bedoeld als hernieuwde kennismaking na het aantreden van Rutte 4. Dit en meer vandaag in Studio Den Haag. Lena Beekman. We gaan eventjes kijken naar wat er allemaal in de kranten staat. In meerdere kranten aandacht voor de hoge inflatiecijfers. Volkskrant bericht over datgene wat we gisteren al zeiden. Inflatie begint pijn te doen. 7,6% is het Europese cijfer waar het CBS gisteren mee kwam. Het hoogste peil aan inflatie in 45 jaar. Maar ja, dan is de grote vraag. Wat gebeurt er met de rente? De ECB staat voor een dilemma. En ook in de Telegraaf een bericht erover. Geld vliegt de beurs uit. Kosten doorberekend aan de klant. Prijzen liggen 7,6% hoger dan een jaar geleden. Ook ander nieuws in de kranten. Bijvoorbeeld in de Telegraaf. Uitputtingsslag bij politiekorps. Grote zorgen bij de Haagse gemeenteraad om de veiligheid in die stad. Ja, en dan de Financiële Telegraaf krijgt de prijs voor de allerslechtste kop van vandaag. Dweilen met de kraan open door het verzuim. En dan gaat het over medewerkers in de schoonmaakbranche. Alweer gisteren. Een heftig personeelskort, ja. Dat gaat heel goed. In Trouw, wie belasting ontduikt met cryptomunten kan maar beter snel oude aangiftes gaan verbeteren. Dat adviseren advocaten aan cliënten. De fiscus kan namelijk binnenkort zelf nagaan of iemand cryptomunten bezit. En ja, als dat zo is en je hebt ze niet opgegeven, dan hang je. En in het FD, onze zusterkrant, corrupt Russisch vermogen is veilig in Londen. In die stad kunnen besmeurde Russische vermogens al jaren worden witgewassen. De Britse regering dreigt echter met stevige sancties tegen die Russische elite op het moment dat de Russen Oekraïne binnenvallen. En ook in die krant, oliestaten draaien de kraan opnieuw een klein beetje open. De OPEC-plus-landen beloven opnieuw hun productie in maart te verhogen met 400.000 vaten ruwe olie per dag. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat ervan terechtkomen? Ja, in de NRC, rechterlijke macht krijgt menselijker gezicht. Rechters moeten uitvoerig gaan toetsen of een door de overheid genomen besluit wel evenredig genomen is. En dan kwam jij een heel mooi verhaal tegen James Cook. Ja, echt een man die het laatste continent heeft ontdekt, Australië heeft ontdekt. Mm-hmm. Zijn schip, de Endeavour, werd nooit gevonden. Nee. Maar is nu terecht. Nou, we wisten wel waar het zou moeten liggen ongeveer. Alleen was inderdaad tot nu toe nog niet vastgesteld. En nu dus wel door Australische onderzoekers. Ach. Die hebben het ding gevonden in Newport Harbor in Rhode Island. Associated Press meldt dat. In Rhode Island? Is dus in Amerika? In Amerika inderdaad. Nou ja, daar is het ding terechtgekomen. Nadat hij dus weer terug is gegaan. En het is door de Britten tijdens de Amerikaanse revolutie tot zinken gebracht. Heeft daar 2 eeuwen gelegen, een soort van in de vergetelheid. En die onderzoekers doen nu al 22 jaar onderzoek op een paar vierkante kilometer naar verschillende scheepswrakken. Ja. En nu hebben ze dus details van het schip wat daar ligt, hebben ze vergeleken met de beelden, met de platen, met de kennis die we over dat schip hebben. Ja. En nu zeggen zij dus met redelijke zekerheid, dit moet hem zijn. Dat is best wel bijzonder. Want spannend. Het is een belangrijk schip geweest voor het ontdekken van Australië, het ontdekken van Nieuw-Zeeland, het in kaart brengen van die landen. Ja. Het is ook niet altijd een enorme vredig gebeuren geweest, want Die meneer Cook en zijn mannen, die hebben ook allerlei uitgemoord en dergelijke. Dus een andere koek. Feestverhaal is het nou ook inderdaad niet. Zometeen in de reguliere uitzending hoor je de ontdekkers hiervan. Van het museum, van het Australian Maritime Museum. Die dit ontdekt hebben. En het is een fascinerend verhaal. Waanzinnig. Ja, mooi wetenschaps- en geschiedenisverhaal. Zo. In de uitzending te volgen via bnr.nl. Heb je weer wat van bij de koffieautomaat te vertellen. Tijd voor de column van Jaap Jansen. Voor het nieuwe kabinet Rutte 4 geldt, alle begin is moeilijk. Staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uzulu liet zich ontvallen, ik vind het nog niet echt leuk. Enkele bewindslieden hadden al problemen voordat ze beëdigd waren. Zo moest de staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Veilbrief hals over kop naar Groningen, waar het vertrouwen geschaad was door vertrekkend minister Stef Blok, die op zijn laatste werkdag bekendmaakte dat de gaskraan weer zou worden opengedraaid. En staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel en Migratie heeft last van Ankie Broekers, die gemeente ten onrechte dwong tot noodopvang. Deze problemen ontstonden door toedoen van voorgangers. Maar je kunt ze ook zelf veroorzaken. Zo wekte Dilan Yesilgus de indruk dat zij als minister van Justitie de wet niet zou handhaven bij winkeliers die tegen de regels hun zaak opengooien. Ook coronaminister Ernst Kuipers ging de fout in. Hij trok vuur door een grafiek te laten zien die op zichzelf wel klopte, maar lang niet het hele verhaal was. En nu is hij in problemen met zijn plan om 2G door te zetten, waarin steeds minder fracties fiducie hebben. Alle begin is moeilijk geldt helemaal voor staatssecretaris Marnix van Rij van Belastingen. Door ingrijpen van de rechter bij de spaartax, box 3, zit hij, en dus de regering, met een miljardentekort.
Dit is zo ingrijpend dat het zelfs raakt aan de financiële normen die het nieuwe kabinet zich heeft opgelegd. Het bewijst maar weer eens de oude wet dat een regeerakkoord al is verouderd als de inkt nauwelijks droog is. Nu hebben de bewindslieden beloofd allemaal een brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin ze haarfijn uiteenzetten wat ze de komende jaren van plan zijn. Een hoofdlijnenbrief als lakmoesproef voor hun beleid. De eerste en enige hoofdlijnenbrief tot nu toe is van minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruinslot. Dat ze daar 2 weken na haar beëdiging al mee kwam, is prijzenswaardig. Maar de brief valt een beetje tegen. Het is meer een opsomming van wat in de pijplijn zit dan een echt strategisch document. Juist van de minister die gaat over bescherming van de democratische rechtsstaat en investeren in een vitale democratie, zoals ze het zelf omschrijft, mag je meer verwachten. Ook de Kamer is niet tevreden. Martin Bosma, die vorige week de commissievergadering over de brief voorzat, vertelde: het ging alle kanten op. Op een gegeven moment zijn we maar gewoon gestopt met praten en naar huis gegaan. Alle begin is moeilijk. Tegen de nieuwe bewindslieden zeg ik: leer van wat er nu al misgaat en maak er toch nog wat moois van. Hebben vrouwen een ander brein dan mannen? Na Terug naar de oerknal. Hoe zit het met die linker en die rechter hersenhelft? Een nieuw seizoen. BNR in de diepte. Iris Sommer neemt je mee. In 5 afleveringen op een baan door het brein. Baan door het brein. Nu in je podcast-app.